Donderdag 23 januari, dit is U Vandaag. Oplossing voor gevaarlijk kruispunt Wilnis. Verdachte ondergrondse wietkwekerij voor de rechter. En steeds meer ouderen in onze provincie zijn het slachtoffer van mishandeling. Goedenavond. Goedenavond. Het leek net een scène uit een film. De ondergrondse wietplantage in de bossen van Zeist. Vandaag stond de eigenaar van de grond voor de rechter en onze Sander van Barneveld was erbij. Nou, het werd een lange zitting waarin de officier van justitie moest aantonen dat de verdachte inderdaad verantwoordelijk is voor een ondergrondse wietplantage ter grootte van een voetbalveld. De eis die hoor je straks. Tot zo, Sander. Eerst ander nieuws van vandaag. Montfoort wist al een tijd dat er in de gemeente een illegaal drugslaboratorium zat. Bewoners rond de Achthoven-Oost zeggen dat ze de gemeente hebben getipt. Gisteren ontmantelde de politie het lab dat verstopt zat in een oude koeienstal. De gemeente zegt van niks te weten, maar gaat wel de gangen van de eigenaar na. De politie heeft twee mannen aangehouden die gisteren de supportersbussen van FC Utrecht hebben aangevallen. De Utrechtse fans waren onderweg naar de wedstrijd tegen NEC toen ineens tientallen donker geklede mannen uit de bosjes opdoken die de bussen bekogelden met stenen en vuurwerk. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Drie van de 9 verdachten van de autobranden in de Utrechtse wijk Hoograven blijven langer vastzitten. Het zijn jongens uit de wijk zelf. De politie denkt dat ze rond de jaarwisseling meerdere auto's in brand hebben gestoken. Sinds begin vorige maand gingen er in Hoograven al 14 auto's in vlammen op. Het zorgt ook voor veel onrust in de wijk. Omwonenden van station Driebergen-Zeist worden vanavond bijgepraat over de ingrijpende bouwplannen. Zo komen er extra rails bij, een tunnel onder het spoor en een busstation. Geïnteresseerden krijgen antwoord van de gemeente, provincie en ProRail. Het hele project gaat meer dan 150 miljoen kosten en moet over 5 jaar klaar zijn. Het is wrang dat er nog een ongeluk voor nodig was, maar eindelijk krijgt Wilnis zijn zin. De gevaarlijke kruising op de N212 wordt aangepakt. De kruising is berucht omdat er vaak ongelukken gebeuren. Deze week alleen al was het 2 keer raak en dus heeft de provincie vandaag besloten dat er een rotonde komt. Met de aanleg moet het een stuk veiliger worden. Vanochtend ging het nog mis op de N212 bij Wilnis. 2 auto's botsten vol op elkaar en een van de inzittenden raakte gewond. En het is niet de eerste keer dat er ongelukken gebeuren. De laatste tijd is het echt schering en inslag. En het is zo'n vreselijk onoverzichtelijk punt. Sommige mensen zeggen het is gewoon een kruising. Maar het is geen kruising, want je kent van allerlei kanten komt er verkeer. Van links, van rechts, van voor, achteren, tussendoor. Dus het is meer dan een gewone kruising. Vooral Andrea de Muink is erg blij dat de weg wordt aangepast. Zij stoort zich al heel lang aan de onoverzichtelijke verkeerssituatie. Dat er nu eindelijk wat gebeurt is absoluut noodzakelijk. De Muink denkt dat de provincie pas in beweging is gekomen door alle aandacht die de weg onder andere heeft gekregen in de media. Ik denk ook dat het wel te maken heeft dat ze nu ook wel gemerkt hebben dat er heel veel door die Facebookpagina toch onder heel veel mensen leeft. In de CDA heeft dit op het moment ook, vragen gesteld aan de gedeputeerde. Die is er ook heel goed op ingesprongen. En ja, dan krijg je toch wat meer publiciteit. En waarschijnlijk, ja, mag het misschien zeggen, de verkiezingen komen er natuurlijk ook aan. Dus ja, ik denk dat er allemaal wel toevallig een mooie opstapeling is van feiten waardoor het nu wel kan. De provincie grijpt dus wel te laat in, vindt de Muink. Gedeputeerde van Lunteren is het daar niet mee eens. De weg is namelijk al eens aangepakt. Toen een 15-jarig meisje na een aanrijding met een vrachtwagen overleed, kwam er een nieuwe fietsoversteek. Maar dat blijkt dus niet voldoende. De weg is veilig, althans hij voldoet aan alle voorschriften waar je aan moet voldoen. Alleen wat je ziet in het gebruik, dat soms een plek in zo'n weg niet veilig is, omdat er gewoon ongelukken gebeuren. Nou, en naarmate dus daar wat gebeurt, probeer je die weg aan te passen. Dat hebben we dus ook gedaan na het dodelijk ongeval. Daarmee hebben we het veiliger gemaakt. En wat je ziet is dat er nog steeds ongevallen zijn. Dan moet je wat gaan doen. Dat doen we dus nu. Dat pakken we aan. Wat de Muik betreft had de weg vanaf het begin af aan gewoon goed aangelegd moeten worden. Ik heb zoiets van, ja, elke keer een beetje is net zoveel als dat je in ene goed doet. Nou, en dan hoop ik dat het nu met die rotonde uiteindelijk ook gewoon goed is. Aan het eind van dit jaar moet een nieuwe rotonde er liggen. Tot die tijd blijft het dus oppassen voor automobilisten op de N212. En ook het CDA in de Ronde Venen is blij met de komst van de rotonde. Die partij drong al langer aan bij de gedeputeerden. Een hennepkwekerij. Onder de grond en zo groot als een voetbalveld. Vorig jaar ontdekte de politie deze kwekerij in de bossen van Zeist. Agenten troffen 2000 planten aan. En het leger moest zelfs helpen bij het opruimen van de kwekerij.
Er is één verdachte, de 61-jarige eigenaar van de grond waar de plantage is aangetroffen. En hij stond vandaag voor de rechter. In maart vorig jaar deed de politie een grote vondst in de bossen bij Zeist. Duizenden wietplanten waren verstopt in een ondergrondse hennepkwekerij. Jarenlang heeft niemand de kwekerij ontdekt. De ingang zat verborgen in een hondenhok. Er zat een luik wat toegang verschafte tot de hennepkwekerij. En de toegangsgat is eigenlijk de weg naar een lange tunnel. Na onderzoek blijkt het oppervlak van de plantage zo groot als een voetbalveld. De kwekerij is opgebouwd met zeecontainers. Stroom voor de plantage is geregeld met loodzware ingegraven dieselaggregaten. Dit is de motorruimte. Hier staan twee gigantische grote dieselaggregaten die de kwekerij van alle stroom voorzag. En er zijn twee mensen apparaten. Dit is ook helemaal onder de grond. Dus ook dit is allemaal uitgegraven en goed verstopt. Defensie is ruim een week bezig geweest met het opruimen van de zeer professionele kwekerij. Die ook helemaal self-supporting is. Dus het verpakken van de gedroogde henneptoppen tot aan het kweken van de stekken. Alles gebeurde eigenlijk in eigen beheer. En alles, zowel een eigen watervoorziening en ze hadden ook een eigen stroomvoorziening. Dus ze waren ook nergens van afhankelijk. De 61-jarige eigenaar van het grondgebied is de enige verdachte in de zaak. En hij staat vandaag voor de rechter. Bij de rechtbank in Utrecht staat onze verslaggever Sander van Barneveld. Sander, is de strafeis al bekendgemaakt? Ja, die is echt zojuist bekend geworden na een lange zitting. Duurde uren voordat ze tot het punt kwamen. Maar de eis is net bekend geworden. 3 jaar moet hij de cel in. Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat deze man, deze 61-jarige man, de enige verdachte is. Dat hij degene is die daar die wietplantage ter grootte van een voetbalveld heeft aangelegd. En dat hij daar ook jarenlang vele miljoenen aan heeft verdiend. De schattingen lopen uiteen van 3,5 miljoen tot 6 miljoen euro. De man zit al een half jaar vast. Wat zegt hij zelf? Hij zegt zelf dat hij onschuldig is. Dat heeft hij de hele tijd gezegd. Hij zegt, ik wist er niks vanaf. Ja, ik had daar een caravannetje staan. Ik kwam daar regelmatig. Maar dat er zo'n plantage op mijn terrein onder de grond zat, de grootte van een voetbalveld, werkelijk geen idee. En ook de grote hoeveelheden olie bijvoorbeeld, die werden aangetroffen daar op het perceel. Daarvan zei hij, dat was niet voor die aggregaten die er stonden. Dat was voor mijn bootje. Ik heb een boot waarmee ik passagiers vervoer. En die motor die liep niet zo lekker, dus daar heb ik een paar keer de olie van moeten verversen. Dus onschuldig, zegt hij. De man is de enige verdachte. Hoe aannemelijk is het dat hij ook echt in zijn eentje heeft gehandeld? Ja, niet zo heel aannemelijk. Hè. Het ging echt om een flink terrein met ook een flinke oogst. En toen de politie daar de inval deed en de kwekerij ontdekte, toen liep daar ook een Vietnamees rond. Dat bleek een illegaal te zijn, die daar volgens het Openbaar Ministerie te eten kreeg en onderdak kreeg. En ondertussen de plantjes water gaf en ze verzorgde. En ook nog wat sleutelde aan de aggregaten die er stonden, want hij zat onder de smeren en het vuil. Alleen deze man, ik zei het al, was illegaal en dus hebben ze hem het land uitgezet. En helaas hebben ze hem dus ook niet meer kunnen vragen wat nou de dachten deze 61-jarige B met de zaak te maken had. Dus hij heeft wat hulp gehad, misschien zelf nog wel van wat meer mensen, maar daarover heeft hij zich in ieder geval niet uitgelaten. Dankjewel, Sander van Barneveld bij de rechtbank. En de uitspraak is over 2 weken. Zometeen sleutelen aan luxe Porsches als therapie. Of bent u net als Niels verknocht aan deze klassieke kever? Het is een probleem waar echt een taboe op rust. Ouderenmishandeling. Als je door een hardhandige verpleger wordt aangepakt, is het één ding. Maar wat als je familielid je mishandelt? Het gaat niet alleen om slaan, maar misschien wordt je rekening wel kaal geplukt of word je geïsoleerd van je dierbaren. En juist door iemand waar je vaak afhankelijk van bent. En het erge is, het komt steeds vaker voor. Ja, het maakt me niet blij. Dat zeer zeker niet. Schandalig vinden ze het bij biljartvereniging Zuilen dat steeds meer ouderen worden mishandeld. Uit cijfers blijkt dat het aantal mishandelde ouderen al jaren verdubbelt. In 2012 krijgt het steunpunt 43 meldingen binnen. Vorig jaar waren dat er 91. Ja, daar is zeker wel van, ja, dat dat toeneemt. En wat de oorzaak daarvan is, geen idee. Die 91 gevallen in de provincie Utrecht is volgens het steunpunt nog maar het topje van de ijsberg. 1 op de 20 ouderen krijgt ermee te maken, maar er zit gewoon heel veel schaamte rondom deze problematiek. Ouderen trekken zelf niet makkelijk aan de bel. Dat zien wij ook bij ons bij het steunpunt. We worden eigenlijk niet door ouderen zelf gebeld. We worden eigenlijk alleen maar gebeld door professionals en mensen die om de ouderen heen staan
en die dingen signaleren. In de meeste gevallen gaat het om psychische mishandeling, maar ook lichamelijke en financiële mishandeling komen veel voor. De stijging komt onder andere door de bezuinigingen op de ouderenzorg. Door het overheidsbeleid mensen langer thuis moeten blijven wonen en dat er een flinke toename is van ontspoorde zorg. Monique Wolfkamp van het Ouderenfonds weet dat ouderen te maken krijgen met mishandeling. Maar zo'n forse stijging had ze niet verwacht. We hadden een verdubbeling niet verwacht. Dus in die zin schrikken we ervan. Mishandelde ouderen schamen zich vaak en willen er niet over vertellen. Maar volgens het Ouderenfonds moeten ze er juist over praten en is er niets om voor te schamen. Want oudermishandeling is niet normaal. Het is niet normaal dat je dat er niet voor je gekookt wordt. Of dat ze met grote regelmaat zeggen, u zeurt zoveel. Of u bent nooit tevreden of u klaagt zoveel. Meld het en bel de ouderenombudsman of de huisarts. Ook bij de biljartvereniging vinden ze het spannend hoe de toekomst eruit gaat zien. Ooit zijn zij afhankelijk van anderen. En ze hopen niet dat hun zorg tegen die tijd is kapot bezuinigd. Ik vind op zich ja, dat het ten opzichte van die mensen de duimschroeven te veel aangedraaid worden. Dat moet soepeler verlopen dan. En niet in één keer, bom, dat is het. En verder bekijken jullie maar. Ja, zo werkt dat bij mij. En ook voor dit jaar verwacht het steunpunt een stijging van het aantal ouderen dat mishandeld wordt. Er bestaan veel vooroordelen over mensen met een psychische stoornis. Ze zouden gevaarlijk zijn en eigenlijk niet te helpen. In Den Dolder denken ze daar heel anders over. Twee voormalige verplegers met een verleden in de psychiatrische zorg zetten samen een bijzondere dagbesteding op. Ze laten jongens met geestelijke problemen sleutelen aan dure Porsches. Het geluid van een ronkende Porsche is al mooi. Eraan sleutelen is helemaal geweldig. In een kleine garage in Den Dolder zijn naast twee professionele monteurs dagelijks ook een stel jongeren aan het werk. Michael is een van hen. Ik heb een tijdje in de psychiatrie gezeten, dat niet zo goed met mij ging. Daar loop ik nu nog steeds en hier leek het mij een mooie kans om te beginnen om mijn draai weer te vinden in de maatschappij. De 21-jarige Amersfoorter heeft in zijn jeugd veel meegemaakt. Er was thuis veel geweld en dat heeft hem mentaal geknakt. Nu werkt hij aan zijn toekomst in deze speciale vorm van dagbesteding. Een idee van Gerben Broekmaat. Top, kijk hem even na. Ja. Samen met zijn compagnon Jurre Menges werkte hij jarenlang in de psychiatrie. En hij zag dat de dagbesteding in de verschillende instellingen vaak erg saai was. Met eentonig productiewerk of heel de dag knippen en plakken help je mensen niet verder. Sleutelen aan een sportwagen wel. Het zelfvertrouwen van de mensen in de garage stijgt erdoor. Als je op feestjes en partijen bent en mensen vragen wat doe je? Ja, ik ben opgenomen, ik ben psychiatrisch ziek. Ja, dat is niet een verhaal om trots op te zijn. En wij geven eigenlijk de jongens gewoon weer een verhaal terug om te zeggen van ik werk met Porsches in een Porsche garage. Volgens Gerben zijn er veel vooroordelen als het om psychiatrische patiënten gaat. Ze zijn onberekenbaar en daardoor gevaarlijk. Met het garagebedrijf wil hij samen met zijn compagnon laten zien dat dat helemaal niet zo is. Toch houden ze hun speciale werknemers wel goed in de gaten. Als iemand wat steeds wat later komt of wat uit zijn humeur is, dan hebben we wel contact met, hebben we zelf de eerste contact erover. Maar ook met de begeleiders van de desbetreffende persoon. Michael heeft nog een lange weg te gaan en dat beseft hij zelf ook maar al te goed. Maar hij voelt zich goed tussen de racemonsters. Zijn rijbewijs heeft hij nog niet, maar dat is een doel voor de toekomst. Voor nu is hij blij met de kans die hij krijgt. Onwijs gaaf. Echt, zoals ik al zei, is net de jongensdroom natuurlijk. Hè. En we praten erover door met onze vaste huisarts Monique Munters. Welkom. Dankjewel. Een schot in de roos natuurlijk aan een Porsche sleutelen. Ja, lijkt me heerlijk. Lijkt misschien voor jou zelf. Eigenlijk begon ik er ook wel warm voor te draaien. Maar denk je dat dit een goede manier is om jongens te bereiken in het bijzonder? Is dat een doelgroep die sowieso lastig te bereiken is? Nou, ik denk dat het heel leuk is om iets heel positiefs te doen. En zoals deze jongen ook zegt, hij doet eigenlijk een jongensdroom. Hij mag sleutelen aan een auto. Hij heeft niet eens een rijbewijs. Het is ook nog eens een hele leuke auto. De dagbesteding moet ik wel zeggen. Ik heb een tijdje in psychiatrie gewerkt. Dat zit in de huisartsenopleiding. Is wel echt heel saai. En ook niet echt op jongeren gericht. Dus mij lijkt dit een fantastisch initiatief. Ja. Zie je vaak ook dat dit soort jongeren verslavingsproblemen krijgen? Nou, je ziet wel heel vaak dat als de psychische nood wat hoger wordt, dat jongens wat minder snel aan de bel trekken. Overigens is het wel zo dat de psychische aandoeningen bij jongens en meisjes of mannen en vrouwen ongeveer evenveel voorkomen. Alleen mannen zoeken wat minder snel hulp. Waarom is dat?
Nou ja, voor een deel denk ik uit schaamte. Maar ook omdat mannen over het algemeen vinden dat ze het wel alleen kunnen oplossen. Dat is, ja, die zijn niet zo van de praters. Die gaan er niet een beetje over beppen met vrienden. Het is allemaal wat stoerder. Het is wat pittiger. Ze kunnen het allemaal wel alleen. Nou ja, en als ze dan even niet meer zien zitten, grijpen ze misschien sneller naar een flesje bier. Ja. Ja, en is het dan ook wel zo bijvoorbeeld bij jou in de praktijk dat bezorgde moeders iets komen vertellen over hun zoon? Omdat ze zelf niet durven? Nou, over het algemeen weten mensen het heel slecht. Ook van familieleden. Dus ik krijg eigenlijk met name heel veel moeders over dochters op het spreekuur. Of dochters of moeders zelf met klachten. En ik zie eigenlijk heel weinig jongens of mannen met psychische problemen. Die durven het gewoon niet. Nee. Dit is zoals het verhaal van Michael. Die heeft echt een hele vervelende historie meegemaakt. Maar krijg jij vaak mensen in de praktijk met geestelijke klachten? Nou, de echte grote psychiatrische aandoeningen, die verwijs ik uiteindelijk door, hè, voor nadere hulp. Deze mensen zijn opgenomen in een psychiatrische instelling. Dan hebben we het wel echt over de wat ernstigere problemen. Wat ik eigenlijk als huisarts meer zie, zijn de problemen in de werksituatie, problemen rond de echtscheiding of ruzie met de kinderen. En ja, die komen dan uiteindelijk via bij mij terecht. Ja. En dan durven ze zich aan jou wel bloot te geven, ook die mannen? Ja, soms hebben ze geen keus. Dan worden ze door de partner gedwongen. Maar... En is het ook nog eens Blue Monday geweest de afgelopen maand? Dat is aan de ene kant natuurlijk onzin. Maar merk jij in deze periode dat er meer mensen met dit soort problemen bij jou komen? Ja, het is wel een slechte maand voor het humeur. Eigenlijk voor iedereen. Want sommige mensen houden extreem van de kou. En die willen dat het eindelijk eens gaat sneeuwen en gaat vriezen. En voor de anderen blijft het maar gewoon een treurige winterse bedoeling. Dus de klachten nemen toe, ja zeker. En wanneer moet je dan bij jou aankloppen? Nou, bij de vooral huisarts? Niet eigenlijk. Ja. Vooral niet. Ik denk dat je het zoveel mogelijk zelf moet oplossen door leuke dingen te doen en te bedenken van waar haal ik plezier uit, waar haal ik energie uit. En dat kan sporten zijn of regelmatig met vrienden iets gezelligs doen. Want ik heb echt als huisarts niet voor alles de oplossing. Hey, jammer Monique. Hè? Nou, we geloven wel in jou. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. En dan gaan we naar Utrecht nieuws uit andere media. Het Trimbos Instituut in Utrecht waarschuwt dat ook in Nederland dodelijke ecstasypillen in omloop zijn. De pillen zijn voor het eerst ontdekt in België, meldt NOS op 3. Superman en Nintendo, dat klinkt misschien wel leuk, maar als het pilletjes zijn, dan moet je toch echt oppassen. In de pillen zit een te hoge concentratie MDMA. En als zo'n pil wordt geslikt door jonge tieners met weinig lichaamsgewicht, nou, dan kan het aankomen als een mokerslag. En afgelopen zomer overleed zelfs een aantal jongeren aan vervuilde pillen. Als je dan bedenkt dat de helft van de jongeren bij het uitgaan zo'n pilletje neemt, dan is het toch gevaarlijk. Bizar. Het waterschap dan, dat komt met een leuk filmpje om uit te leggen wat ze nou precies doen. Heel lang geleden, toen de Romeinen de Nederlanden ontdekten, vroegen zij zich af of dit land was of water. Het geeft in vogelvlucht onze geschiedenis weer. Hoe wij in dit kikkerlandje van water land wisten te maken door het polderen en door met duiken juist het water tegen te houden. Maar het filmpje vertelt ons ook dat het werk nog lang niet klaar is. De waterschappen zijn nog steeds dag en nacht bezig met controles, want anders kan het misgaan, zoals 10 jaar geleden in Wilnis. Tot slot, blij babynieuws uit Dierenpark Amersfoort. Daar is een Watusi-rund geboren. Het is natuurlijk wel heel uniek dat je nu midden in de winter een jong rond hebt lopen. Ik had nog nooit van het hele dier gehoord, maar moeder en kind maken het uitstekend. Het Watusi-rund komt oorspronkelijk uit Afrika en staat bekend om, u raadt het al, zijn lange horens. De dieren met de langste horens die werden vroeger trouwens aan koningen geschonken. Weet jij dat allemaal? Dat heb ik van Wikipedia. Oh. De keuze van de kijker. Daarin kon u kiezen uit meerdere mannen met een passie. Maar Niels Timmermans uit Amersfoort, die ging er met de winst vandoor. Hij is helemaal gek van klassieke Volkswagens. De Kever of zo'n leuk hippiebusje. Ja, die wil hem niet. Supermooi. En hij wil niets liever dan zijn passie delen. Hij ziet het helemaal zitten. Want deze lente moeten meer dan 100 klassieke Volkswagens te zien zijn op een nieuw Amersfoorts festival. Het stof gaat er nu alvast af, want dit kevertje moet glimmen in april. Deze mag ook de schuur uit. Dit is een brilkever uit 1951. En dat is een van de auto's die zeker deel zal gaan nemen aan het evenement. Een Volkswagen evenement in Amersfoort. En daar komen niet alleen Volkswagens uit onze regio op af. Mijn bezoek is tot nu toe geregistreerd uit een 15-tal landen. En ik verwacht er nog wel een aantal. Veel bijzondere auto's. Bijzondere museumstukken die we naar Amersfoort gaan halen. Want niet elke Volkswagen is welkom op de zogenoemde First European Barn Door Gathering. Alleen oude luchtgekoelde auto's doen mee.
Door deze specifieke types toe te laten, trekken we internationaal publiek. Maakt het bijzonder om daar naartoe te gaan. Mensen maken echt hun auto klaar om op dit evenement te komen, waar ze op andere evenementen natuurlijk altijd welkom zijn. Ja, het is allemaal om het echt een uniek sfeertje mee te geven. En met dat sfeertje wil het wel lukken volgens Nieuws. Want bij Volkswagen-fanaten gaat het om veel meer dan alleen de auto. Het zijn de mensen die ermee bezig zijn. Veel creatievelingen. Dat is ook wat ik leuk vind. Jong en oud, heel divers publiek. Je ziet het al aan deze kleine man en vindt het prachtig. Een Volkswagenfeestje voor jong en oud. Op 19 en 20 april in Amersfoort. Nou, hij staat in de agenda. Eva, waar kan onze verslaggever morgen naartoe? In ieder geval naar het provinciehuis, want daar debatteren morgen 18 middelbare scholen uit de regio met elkaar tijdens het jongerenlagerhuis. Ze strijden om een plek in de landelijke finale en alvast een tipje van de sluier. Een van de stellingen is bijvoorbeeld: een toerstart in de provincie Utrecht is geldverspilling. Prikkelend. In Duitsland is het al een enorme hit, maar bij ons is het nog niet zo bekend. De sport konijnhop. Jawel, daar gaat hij. Hij vliegt bijna. Het is een soort paardenspringconcours, maar dan voor konijnen. We kunnen morgen in Nieuwegein een sprongetje wagen met de plaatselijke knaagdieren. En in januari zijn veel mensen nog trouw aan hun goede voornemens om wat gezonder te leven. Dan is de gezondheidsbeurs in de jaarbeurs misschien wat. Met de laatste trends op het gebied van gezond eten, beweging, medische problemen. Of staan er misschien ook wat kwakzalvers tussen? Ik weet het niet. Himalaya-kruiden? Stralende stenen? Of het werkt, kunt u zien als u hierop stemt. Ga naar rtvutrecht.nl en klik voor morgenochtend 9 uur op die stemknop. Succes! Bij ons is het vanzelfsprekend dat mensen met een verstandelijke beperking er gewoon bij horen. Bijvoorbeeld bij Amerpoort in Soest, waar mensen kaarsen maken en ze ook verkopen. En nu brengen ze hun succesvolle concept helemaal naar Marokko. Kaarsen maken is voor Petra inmiddels een tweede natuur. Dan vullen we het malletje tot aan de rand. Zaterdag gaat ze naar Marokko, zodat ook daar verstandelijk gehandicapten de kunst van het kaarsen maken kunnen afkijken. Ze zijn druk aan het inpakken en ze hebben voor de reis een speciale kaars ontworpen. En dit is hem geworden. Dit is de hand van Fatima, dus van de profeet zijn dochter. En het beschermt tegen de boze mensen. De reis is een initiatief van een Marokkaanse medewerker van Amerpoort. Hij nodigde vorig jaar een Marokkaanse huisarts uit voor een werkbezoek. De huisarts had al een opvang opgericht in Marokko voor kinderen met een verstandelijke beperking. Maar er was nog niets voor volwassenen in Marokko. En toen is die dokter hier geweest, die kwam op die kaarsenmakerij en die had zoiets van, oh, dit wil ik ook heel erg graag. Een spoedcursus Arabisch is voor Petra niet nodig. Daar heeft ze iets anders op bedacht. We hebben een fotoboekje gemaakt en daar staat per keer op wat je moet doen. Wat je nodig hebt, een stukje klei en een kookwekker. Gieten. Dat hij 20 minuten moet wachten. En zo gaan we hun dat leren. En weer een doos vol. Ook de Lieve Vrouwentoren uit Amersfoort gaat mee naar Marokko. Ja, die gaat ook mee. Een stukje Nederland, hè? Naar Marokko. En die gaat dan in de doos. En in een van de dozen zit ook een camera, heb ik me laten vertellen. Dus binnenkort zien we of het kaarsen maken een beetje aanslaat in Marokko. Ik kan me niet voorstellen dat het geen succes wordt daar. Ja, doorslaand. We kijken nog even naar het weer. Vanavond en vannacht valt er wat lichte regen. De wind neemt af tot zwak en de temperatuur daalt naar rond de 3 graden. Morgen is er veel bewolking, maar het blijft dan op de meeste plaatsen droog. In de middag kan de zon zich even laten zien. Het is dan een graad of 6. In het weekend is het weer bewolkt en regent het op de meeste plaatsen. Het is dan overal maximaal 7 graden. En dit was U Vandaag. Morgen zijn we er weer. En voor meer nieuws kunt u natuurlijk altijd terecht op onze website rtvutrecht.nl. Of kijk ook eens op de app. En voor nu een fijne avond. Dag.